van Denderen. Want die gaat natuurlijk heel vaak proberen afhaken in die bal te komen. Dit is een goede aanval. Ismaïl kan hem voorbrengen tot bij Parien. Die gaat scoren. Die glijdt hem erin. En de vlag blijft beneden. Het staat wel degelijk al 0-1 voor SK Beveren. Tierno Parry. Twee doelpunten gemaakt tegen Lierse. De 2-0 en de 4-0. Minuten spelen. Zorgt hiervoor dat de Waasse Leeuwen 0-1 voorkomen in het Dender Voetbalcomplex.